Niels Kostanje, vanmorgen de 50 meter vrije slag. Het was een spannende race voor je, denk ik. Ja, heel spannend. Ja. En met welke bedoelingen ging je het water in? Gewoon van, ja, ik wil lekker zwemmen? Of zat er wel meer in je hoofd? Ja, ik had inderdaad wel het idee dat ik de limiet zou kunnen halen. Maar ik probeerde eigenlijk vooral op de race te letten. Niet echt op de tijd. Dat heb ik al een aantal keer gedaan en toen viel het een beetje tegen. Dus nu heb ik eigenlijk vooral op de race zelf gelet en gekeken van, weet je wel, ontspannen zwemmen en niet te veel bezig zijn met de tijd. Maar goed, als je dan op je race let en dat ontspannen zwemmen, dan denk ik, ja, maar wat gebeurt er dan met je in het water? Let je op je slag, de bekende frequentie? Eigenlijk allemaal niet. Eigenlijk is het gewoon, tijdens de training oefen je inderdaad de techniek en tijdens de wedstrijd hoort het allemaal vanzelf te gaan. En weet je, als je zorgt dat je gewoon rustig blijft en niet heel erg aangespannen gaat zwemmen, zeg maar, dan komt het allemaal goed. Dan ging het ook. Dus. Nu is dit 50 meter. Dat is een nummer waar je heel goed op bent. Maar ik denk dat er meerdere nummers zijn waarop je heel goed wil worden. Ja, ik wil inderdaad ook nu vooral ontwikkelen op de 200 meters. Om inderdaad de 100 meter beter te krijgen en de 50 meter daarna. Maar ik ben eigenlijk nu vooral in Eindhoven bezig met mijn inhoud. Dus eigenlijk inderdaad afstanden zwemmen en meer duurtrainingen. En ja, weet je, misschien zit het er wel in. Weet je, het is gewoon een beetje uitproberen en zo. Op een gegeven moment dan zien we wel waar het schip strandt. Komt toch goed. Netanja, een EK. Dat is toch geen speciaal gevoel, denk ik, hè? Heel speciaal gevoel. Het is, ik ben nog steeds in de wolken. Het is echt super vet. Gewoon een echt EK. Dat is wel echt heel anders dan een EOF. Of weet je wel, een Nederlands kampioenschap. Het is echt groot. Dan heb je alle grote namen en zo, die zwemmen daar ook. Dus dat is echt super vet. Ja.